Het is de eerste zondag van de Advent, de periode om ons voor te bereiden om te leven in de verwachting, de verwachting om eenmaal Jezus te ontmoeten. En die ontmoeting met Jezus, het kan op verschillende plekken. Dat kan zijn met Kerstmis bij de stal van Bethlehem, waar Jezus als zuigeling tot ons komt. Het kan zijn bij zijn wederkomst hier op aarde, of als dat eerder zal zijn. Wanneer we zelf het leven op aarde loslaten, onze ontmoeting met Hem in hemelse heerlijkheid. Op deze eerste zondag van de Advent klinkt de profeet Jezaja, levend in woelige wereldstijden. Heeft hij een visioen, een gelovige droom? Hoe eens het zal gebeuren dat alle volkeren van de wereld zullen opgaan naar het huis van de Heer? Hoe vanuit de berg Sion, de berg van God zelf. Het woord klinkt, alle volken tot zegen zal zijn, en hoe de wapens van deze wereld worden omgesmolten tot ploegen, zodat de aarde kan worden bewerkt die aan ieder levend mens het voedsel geeft, in Gods naam. Het Jeruzalem van God, die berg Sion, hij is bijna in ieder oord wel te vinden. Een katholieke kerkgebouw wil nog altijd ter plaatse de tempel van Jeruzalem zijn in Maduro-Dam uitvoering. Het priesterkoor, 1, 2, 3, 4 treetjes hoog, misschien wat meer in sommige plekken, maar wat plaatselijk de berg Sion wil zijn, van waar het woord van God klinkt en waar Jezus midden onder ons aanwezig wil zijn in de gave van de Eucharistie en om ons te ontmoeten in genade. En wij zelf degene mogen zijn die de verdedigingsmechanismen in ons leven uitschakelen, die anderen niets te lijf gaan, maar met anderen werken aan Gods schepping en dat de vruchten van Gods schepping ieder mens ten goede mag komen.